Goedemiddag, het is vrijdag 2 november, 12:30 en dit is Gisteren Vandaag. Ik ben Stefan Leusink. En ik ben Floor Doornwaard. We gaan beginnen. Stef, weet je eigenlijk waar Halloween vandaan komt? Ja, dat komt volgens mij van het snijden van fruitstukken of groentestukken in een hele enge vorm. Okay. Is overgewaaid vanuit de Kelten of zo, volgens mij. Nou ja, vampieren, zombies, spoken en heel veel bloed. Dat kom je allemaal tegen op 31 oktober, oftewel Halloween. Dit jaarlijkse feest wordt steeds populairder in Nederland. Maar hoe is dit enge feest vanuit de Verenigde Staten onze kant op gekomen? In de feestwinkel Meines en Bennis in Zwolle is het een drukte van belang de dagen voor Halloween. Door de populariteit van Netflix en de beide Amerikaanse films en series is Halloween meekomen waaien naar Nederland. Is dit ook te merken in de feestwinkel? Nou, dat zal zeker een bijdrage als je dat allemaal mee ziet. Want dat merken wij dus ook wel met de maskerverkoop, de scary clowns en noem maar op allemaal. Kan niet zo, gek genoeg, het is wel een hype, het is wel wat gaande inderdaad. Het had toch wel, dat het debet dan is, dat geloof ik wel, ja. Maar wat maakt Halloween nou zo leuk? Nou, wij Nederlanders zijn natuurlijk wel steeds meer een volk geworden dat we graag tradities uit andere landen naar ons toe halen. Ja. En van die hoogtepunten is onder andere natuurlijk Halloween. Ja, het leeft opeens. Mensen die vinden het heerlijk om zich te verkleden. En Halloween is daar natuurlijk bij uitstek heel geschikt voor. Ja. En dit is een van de belangrijkste altijd. Smink, bloed, wonden, lenzen niet te vergeten. Heel veel gekleurde lenzen. Smink, rood, wit, zwart. Het is één grote bloederige geheel hier eigenlijk. Mensen kopen liters bloed. Ja, en dan niet te vergeten natuurlijk de outfits. Voor je het weet loop je er zo bij, hè. De populariteit van de series op Netflix zie je ook terugkomen in de kostuums. Hier hangt hij dan. Makaas de papaus. Ja, die is natuurlijk ook altijd leuk. Netflix gebeuren en dan merk je gewoon, nou, daar is dan ook weer graag ook weer publiek voor. Maar bovenal, Halloween moet gewoon eng zijn. Een provinciehoofd zat zonder plek om te bevallen. Na het faillissement van het MC Zuiderzee is er geen mogelijkheid meer om te bevallen in Lelystad. Minister Bruno Bruins is daar niet mee eens. En hij is niet de enige. Toen vorige week bekend werd gemaakt dat het ziekenhuis MC Zuiderzee in Lelystad failliet was verklaard. Een plan van het Sint-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk om het Zuiderzee door te starten leek de oplossing. Maar bevallen is nog steeds niet mogelijk volgens de nieuwe plannen. Wat zijn de gevolgen hiervan? Nee, dat klopt. Nee. Ik moest vannacht naar Harderwijk, omdat ik in Lelystad op de verloskamers niet terecht kon, omdat die gesloten zijn sinds een week. Wij zijn woensdagmiddag door de gynaecoloog gebeld dat vanaf nu de verloskamers gesloten waren. En op dat moment, degene die toen aan het bevallen waren, die mochten nog bevallen. En de rest kwam geen nieuwe patiënt meer binnen. Ik heb een patiëntenpopulatie waarvan heel veel mensen geen eigen vervoer hebben. Ja, zie je s'avonds en s'nachts maar eens in Almere of in Harderwijk te komen, nu we naar Almere of Harderwijk moeten uitwijken. Ja. En dat is toch echt wel een probleem. Heel veel buitenlandse mensen die ook geen familie, vrienden hebben met auto's. Harderwijk is gewoon echt 30 minuten rijden. En Almere is afhankelijk van de verkeersdrukte ook minimaal 30 minuten rijden. Dus dat is gewoon een verdrievoudiging van de tijd minimaal. En dat heeft ook consequenties voor hoe kom ik terug, moet je in het ziekenhuis blijven, wat doe ik met het bezoek. Want er zijn een aantal mensen die er nu voor kiezen om thuis te bevallen, want dan heb ik geen vervoer nodig. Ja, dat is natuurlijk gewoon een probleem. Dat levert heel veel stress op bij mensen, dat ze dus plannen om in Lelystad te gaan bevallen en nou, met 7, 38 of zelfs nog verder weken nog moeten gaan besluiten naar welk ziekenhuis ga ik dan. Je stress remt weeën, dus dat stelt bevallingen uit. En ik weet bijvoorbeeld dat in de rampnacht van 1953 in de rampgebieden geen kinderen geboren zijn. Goh, hoe zou dat komen? Ja, die mensen hebben echt mega stress gehad, veel meer als nu hier. Ja. Maar dat is weer remmend. Ander probleem is dat het ziekenhuis ook een verloskundige praktijk had. En die verloskundige praktijk is ook gesloten. En daarvan is nog niet bekend wat er met de zwangere moet. En wij hebben op dit moment gezegd van er moet eerst het een en ander geregeld worden voordat wij daar iets in kunnen betekenen. En wij hebben op dit moment genoeg werk aan het extra werk wat we hebben door de sluiting van het ziekenhuis. Ja. Dan moet je niet je praktijk aanzienlijk gaan vergroten op dat moment. Naar 3 verschillende opticiens gaan en daar 3 verschillende resultaten krijgen bij oogmetingen. Het overkwam Denise Luchtmeijer, maar ze is niet de enige.
Uit een onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat uitkomsten van oogmetingen per persoon kunnen verschillen. 20 personen werden door de bond op pad gestuurd. Bij elke opticien was er wel een oogmeting die sterk verschilde van overige metingen bij dezelfde persoon. Harbert Gresel, opticien bij Nico Brille in Steenwijk, legt uit hoe dit zo kan verschillen. Oogmetingen bij opticiens leveren sterk wisselende resultaten op. Dit blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond. Hoe kan dit nou precies? En nu omdat je ogen constant maar in moeten stellen op de computer en dan weer op je telefoontje. En wat je ook nog ziet is dat ze tegenwoordig smartphone echt heel dichtbij houden om het beter te kunnen zien, wat natuurlijk onzin is. En dat is dus eigenlijk een behoorlijke bron van, of een stoorzender, zodat je toch verschillende metingen krijgt. Maar de basis moet natuurlijk wel goed zijn, je moet er wel aan zich goed kunnen meten. Het is wel leeg, dat vind ik. Zullen we volgen dan? Ja. Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie de juiste resultaten geven bij oogmetingen? Of geven jullie soms ook wel eens per ongeluk een verkeerd resultaat? Dat zou kunnen, dat is natuurlijk niet onze bedoeling. Maar het komt voor dat mensen, of ze zijn in de overgang, of er gebeuren allerlei dingen, of mensen krijgen een ongeluk, een trauma. Dat je denkt van, hé, hoe kan dit ineens? En dan gaan we wel, als we terugkomen, we hebben een klacht. Dan gaan we wel kijken waar die klacht vandaan komt. Denise is een van de mensen die verschillende resultaten kreeg bij haar oogmetingen bij verschillende opticiens. Het is begonnen toen ik 15 was. En toen begon ik voor het eerst last te krijgen van mijn ogen en toen kreeg ik ook hoofdpijn. Dus zei mijn moeder van, misschien moet je maar een keer naar een opticien om het daar een keer te laten testen. Mijn ouders dragen allebei ook een bril, dus toen ging ik naar hun opticien. Of daar kwam uit, de ooglezing kwam uit dat ik -1.5 aan één kant en aan de andere kant -2. Maar daar ben ik niet gelijk voor een bril gegaan. Ik wilde eerst verder zoeken naar andere opticiens of ik daar andere leuke brillen kon vinden. Zijn we naar Hans Anders geweest. Dat is ook een opticien in de buurt. En daar hebben ze ook weer mijn ogen gemeten. En daar zeiden ze dat er niks aan de hand was. Dat het zo miniem was dat ik eigenlijk geen bril nodig was. Ja, toch bleef ik hoofdpijn houden. En toen ben ik naar de volgende geweest. En daar was het weer +1.5. Maar zulke grote verschillen, dat zou je niet verwachten tussen 3 opticiens. Floor, jij loopt wel eens hard in verschillende natuurgebieden, toch? Ja, mijn favoriet is denk ik wel de Veluwe. Ja, dat is ook een nationaal park. Heb je iets gemerkt dat het een beetje uitgedroogd is daar? Nou, een beetje wel, maar niet per se anders dan andere kleuren misschien. Misschien ja, wel een beetje door. Komt vooral door de warme zomer, want warm, dat was het woord van 2018. De zomer van 2018 was heel erg warm. Veel mensen zochten verkoeling op het zwembad of bleven binnen. Maar helaas konden de planten en dieren van Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug dat niet. Voor hen was de zomer van 2018 een bittere leidersweg. Nu de zomer voorbij is, maak ik met boswachter Kees-Jan Westra de balans op van het afgelopen seizoen. Dit stukje, het zou normaal echt moeten druipen van het water. Echt als een spons? Zeg maar. Echt als een spons. Nou, er komt bijna niks uit. Het heeft nu gisteren eigenlijk de hele dag geregend. Dus ja, je ziet, we moeten echt nog wel een hele hoop water hebben. Willen het weer een beetje bijtrekken. Wat dacht je deze zomer, toen het zo warm was? Wat ik dacht? Nou ja, aan de ene kant denk je natuurlijk van, nou, het is lekker weer. Zeker begin mei, juni dacht ik dat. In juli werd ik toch wel wat zenuwachtig. Zeker ook met name rondom bos- en heidebranden. Want ja, dat wil je eigenlijk als beheerder ook niet meemaken. En natuurlijk de droogte, zeg maar. Dat baart wel zorgen. Kees-Jan is al meer dan 15 jaar boswachter bij Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug. Maar nog nooit maakte hij zo'n warme zomer mee. Afgelopen zomer staken de temperaturen op veel dagen boven de 30 graden Celsius uit. En daarmee werden alle hitterecords verbroken. Nou, normaal gesproken dan zou ik hier niet kunnen lopen. Het heeft nu een paar dagen geregend, dus het is wel weer wat natter. Maar het is nog echt lang niet genoeg. Je ziet die rand heel mooi, hè, waar het hogere gras weer begint. Tot daar staat normaal gesproken het water. Dus er moet echt nog wel heel veel regen gaan vallen om het ven weer nat te krijgen. Maar je ziet het hier, het is helemaal keurig droog. De droogte had veel gevolgen voor de dieren in het nationaal park.
Maar bijvoorbeeld als je de das neemt, de das die leeft van wormpjes die die uit de grond haalt. Nou, omdat het zo droog is, zijn die wormpjes die zitten lager in de grond, daar kan de das niet meer bij. Die is vervolgens gaat die meer op zoek naar, naar de landbouwgebieden, zeg maar, om daar zijn voedsel weg te halen. En je ziet dus ook dat er afgelopen zomer veel meer aanrijdingen met dassen zijn geweest dan normaal gesproken, omdat hij veel verder weg moest trekken om zijn voedsel te halen. Maar ook voor de flora liet de hete zomer zijn sporen achter. We liepen langs verschillende leiderswegen van de planten en de hei. Een leuk verhaal is dat hier in de winter heel veel kramsvogels zitten. En die komen juist naar de Zallandse Heuvelrug omdat die zoveel vossenbessen zitten. Maar goed, omdat er nu minder vossenbessen waarschijnlijk van het winter gaan zijn, zal het aantal kramsvogels ook wel minder zijn. Ik ben bang dat dit overigens allemaal wel... deze bosbes is allemaal dood. Gevolg van de droogte. Maar gelukkig heeft ieder nadeel ook een klein voordeeltje. Een van de voordelen die de droogte ook met zich meebrengt, is dat je ziet dat die kleine grove dennetjes die hier staan, die helemaal bruin zijn, die willen we eigenlijk liever niet in de hei hebben. Die halen we normaal gesproken, proberen we die zoveel mogelijk weg te halen, dus om te zagen of uit te steken. Die hebben ook last gehad van de droogte en die, nou ja, die gaan eigenlijk gewoon dood. Dus dat is wel ook weer een hulp. Het is de week van de donor. In 2017 bleken ruim 6 miljoen Nederlanders donor te zijn. Zo ook Evelien Smit. Zij stond haar nier af. Het speciale aan dit verhaal is dat ze voor haar ernstig zieke broer Rijn was. Hoe is het om te leven met de nier van je zus? En hoe is het om te weten dat jouw broer met jouw nier leeft? Tientallen personeelsleden en familie vormen een erehaag in een Amerikaans ziekenhuis. Ze brengen een eerbetoon aan een 53-jarige stervende man die zijn organen gaat doneren. Niet alleen deze man koos ervoor, ook Evelien Smit stond haar nier af aan haar ernstig zieke broer Rijn. Zijn nieren werkten voor de transplantatie nog maar voor 2%. Toen ik bij hem kwam, toen ik vertelde hem, ik ging zaterdag heel dom, weet je, plechtig zoals dit nooit. Ik kon ook nooit samen zomaar spontaan bij hem bezoek en ik kwam daar en we zitten, ja, drinken, ja, oké. Zei, ik kom wat doen. Toen vertelde ik van, ik weet dat ik kan alles veel voor je doen, ik kan veel iets in doen, maar ik kan maar één ding echt voor je doen. Nou, toen schoten ze een tranen voor me. Dus wat hij toen als eerste, dat ging ik nooit eens, zei van, als ik het voor iemand aanneem, zou het alleen voor jou zijn. En toen kwam op een avond mijn zusje hier en die zei, ja, ik wil je wat zeggen. Nou, ja. En toen zei ze, ik wil een nier doneren. Nou, dat was natuurlijk fantastisch. Hoewel ik niet meteen ja heb gezegd, want ik zei ook van, geven is een dingetje, maar ontvangen ook. Want dat heeft ook consequenties natuurlijk. Maar fijn, de volgende dag zijn we met een bos bloemen naar de toe gestapt en hebben natuurlijk gezegd, doen we. De ingreep heeft impact op beide gehad, vooral lichamelijk bij Rijn. Hij woog voor de operatie nog maar 53 kilo en ervaart nog steeds de naweeën. Het is niet zo dat alles perfect is. Ik gebruik heel veel medicijnen. Het is mijn dagelijkse passie. Bij Evelien had het vooral impact op haar gezin. Wat ik heel lastig vond, ik heb zelf 2 kinderen en je weet dat je op dat moment een grote operatie ondergaat. En niet helemaal zeker hoe het afloopt. En ik ben best wel een periode ziek geweest. Dus het gaat wat kosten van je gezin. Evelien wil niet dat haar grote broer haar blijft zien als diegene die hem de nier heeft gegeven. Ik wil niet dat hij denkt van, oh, daar komt mijn zusje aan, dat is mijn weldoener of zo. Ja. Het is niet meer mijn nier, het is zijn nier, zijn leven. Hij moet zijn ding er ook mee doen. Het is niet dat het denkt van, oh, er zit een stukje van mij in hem en dan moet hij dan een bepaalde levensstijl bij hebben of zo. Nee hoor, geniet van mijn nier, dat gevoel zeg maar. Ja. Betaal je eigenlijk nog wel eens contant? Nee, bijna nooit. Ik wil ook geen contant geld in mijn portemonnee. Ik pin gewoon alles, veel te makkelijk. Nou ja, slechts 39% van de Nederlanders betaalt nog met contant geld. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank en Betaalvereniging. Het toenemende gebruik van de pinpas baart hen zorgen. Woordvoerster Karin Radstaak van Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting ligt toe wat er in het hoofd omgaat wanneer je de grip op geld verliest. Dankjewel. 3 euro.
Een bekend gezicht voor de meesten. Je portemonnee opentrekken om te betalen met brief of muntgeld. Toch komt dit steeds minder voor. Nog maar 4 op de 10 Nederlanders betaalt met contant geld en dat baart de Nederlandse bank zorgen. Wat voor invloed heeft het gebruik van contant geld op het overzicht van jouw uitgavenpatroon? Woordvoerster van de Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, Karin Radstaak, spreekt van betaalpijn. Contant geld, als je dat in je portemonnee hebt en je gaat het uitgeven, je gaat boodschappen doen en ergens koffie drinken en nou ja, wat je zo al kan doen op een dag, dan zie je dat het echt uit je portemonnee verdwijnt. En dat heet ook met een mooi woord betaalpijn. Elke keer als je wat geld uitgeeft, denk je, oh ja, nou heb ik nog weer minder. Dus je ziet echt je geld verdwijnen en dat is anders. Wanneer je pint. Ja, geld heb je in je handen en met de pinpas, je moet echt naar een beeldscherm gaan kijken en kijken wat er gebeurt. En nou zijn er wel steeds meer banken die bijvoorbeeld met icoontjes, daar kan je echt spaarpotjes maken digitaal en dan icoontjes eraan toekennen waar het voor is. Dus een varkentje gewoon of een voetbal of weet ik wel, waar je dat geld voor wil aan uitgeven. Dus op die manier wordt het wel steeds inzichtelijker gemaakt. Als je wil dat in een samenleving alles digitaal betaalbaar is, dan moet ook altijd alles het doen. En dat is tot nu toe nog niet helemaal. Staat niet helemaal vast dat het ook altijd zo zal zijn. Een van de plekken waar tot voor kort nog het meest contant geld in omloop was, is de markt. Een ons kaas of een bosje bloemen kan nog gauw met een paar munten worden afgerekend. Toch zijn de meeste marktkraampjes nu voorzien van een pinautomaat. Zo ook die van bloemhandelaar Kees de Kloe. We zijn heel erg afhankelijk geworden van het elektronisch betalen. Zeg maar. Een goed voorbeeld hier is de stroom uitgevallen een paar maanden geleden en niemand kon betalen. Nu is het een stroomuitval van 4 uur geweest, zeg maar. Stel je voor dat er een paar masten tegelijkertijd uitgaan of een paar satellieten tegelijkertijd uitgaan. Dan hebben we gewoon 2 weken, kan de hele economie in Nederland ligt gewoon op zijn gat. Dus wij waren een van de eerste die met een mobiel pinapparaat gingen werken. Vanwege de veiligheid. En vanwege het toenemende gebruik, zeg maar. Dat mensen echt wegliepen omdat we niet konden laten pinnen. Ook als er, Goedkoper klinkt altijd goed voor de consument. Maar wat nou als je goedkopere medicijnen krijgt? Volgens Patiëntenfederatie krijgen er ongeveer 3000 patiënten van de 8000 goedkopere medicijnen. Dat leidt in veel gevallen tot bijwerkingen. Patiënten van jongere en oudere leeftijden reageren hetzelfde daarop. Cornelius is al 18 jaar ziek. Hij heeft hartproblemen, waardoor hij veel medicijnen moet slikken. Voor bijna 20 jaar heeft hij dezelfde medicijnen genomen. Maar op één dag was alles anders. Ik heb een keertje na 18 jaar hetzelfde medicijn te hebben geslikt. Cellocaine SOC 50, kom ik op de apotheek om mijn nieuwe medicijn op te halen. En wat schetst mijn verbazing, ik kreeg een ander merk, geen Cellocaine SOC 50, maar een andere. Toen heb ik dat medicijn, heb ik 3 weken geprobeerd. Heb ik ingenomen, want ik moest toch die beta-blokker innemen om mijn hartslag rustig te houden. Maar wat mijn, in plaats dat mijn hart gewoon rustig bleef, begon het raar te slaan, vervelend te slaan. Niet elke dag, maar wel vaker. Dus het wordt de laatste tijd, de laatste jaren, heel veel door de verzekeraars opgehamerd dat de apotheek goedkopere medicijnen moet uitgeven. Cornelius is kwaad en hij is niet de enige. Ook jongeren lopen tegen hetzelfde probleem aan. Zoals Joy. Ze kreeg bijwerkingen door goedkopere medicijnenmerk. Ja, klopt. Ja, ik heb een goedkopere versie van een anticonceptiepil gehad. En nou, die werkt eigenlijk helemaal niet goed. Want normaal gesproken moet natuurlijk maar 1 week van de maand ongesteld. Maar als slikte ik die pil, dan was ik nog steeds ongesteld. En had ik gewoon bloedingen en zo. Joy gaat terug naar de apotheek. Ze is niet tevreden. Volgens haar wordt de mening van de patiënt niet meegenomen. Ja, toen ben ik teruggegaan en toen heb ik gezegd, nou, ik moet gewoon die andere pil hebben, want dit werkt gewoon niet, het werkt gewoon niet hetzelfde. En toen had ik alsnog wel die andere pil wel gekregen, maar ze bleven wel volhouden dat het gewoon precies hetzelfde werkte. Nou, ja, ik denk dat ook wel dat meetelt, dat ze niet, ja, soms dan heb ik gewoon het gevoel dat ze niet echt het beste met de patiënt voor hebben. Want ik vind, ik weet niet hoe dat bij andere apotheken is, maar bij mijn apotheek heb ik altijd het gevoel dat ze een beetje
het gevoel geven dat jij niks weet. En dat zij wel alles weten, dus dat je maar moet luisteren naar wat hun doen, dat wat hun doen goed is. Weet je wel? Dus terwijl, ze geven je het gevoel alsof je maar, je weet er toch niks van. Dus kunnen we net zo goed accepteren wat zij geven, want dat is wel goed. Kijk jij eigenlijk nog wel, of luister jij nog wel eens naar je lokale omroep? Reizen? Nee, ik luister er eigenlijk bijna nooit naar. Sinds dat ik de weg ben, luister ik niet meer. Maar ja, ze zitten momenteel wel in zwaar weer. Financieel zwaar weer. Ja, nou ja, ze zijn in ieder geval niet meer zo bekend onder de jongeren. Maar bij de ouderen daarentegen wel. Regionale omroepen hebben het de laatste jaar niet gemakkelijk gehad. Bezuiniging na bezuiniging. Maar maakt dat ze eigenlijk minder belangrijk? Dat was Tambourine en High Under the Moon. Het is 5 minuten over 11:30. Buitengewoon belangrijk. Mensen vinden het heel erg belangrijk om het nieuws uit hun omgeving te horen. En dat is niet minder belangrijk geworden dan jaren geleden. Eigenlijk alleen maar nog belangrijker omdat de wereld groter is geworden. Maar wat maakt de regionale omroep dan belangrijker dan voorheen? Er zijn natuurlijk steeds meer mogelijkheden gekomen om informatie tot je te nemen. Je kunt het via radio, je kunt het via tv doen, social media en online. En op een gegeven moment weten mensen de weg niet meer. Ze krijgen zoveel input van buitenaf. En dan is het heel erg belangrijk om de informatie die je krijgt uit je directe omgeving, dat die betrouwbaar is. En wij merken dat mensen dat erg waarderen omdat ze heel erg in de war zijn. Dat er heel veel onbetrouwbare informatie inmiddels op de markt is. Mensen hebben keuze genoeg om naar verschillende omroepen te luisteren of te kijken. Maar toch kiezen er sommigen voor om naar de regionale te zappen. Omdat ze willen begrijpen hoe de wereld om hen heen in elkaar steekt. En dat begint eigenlijk bij de kleine omgeving die je hebt. Er is wel een verschil tussen bepaalde leeftijdsgroepen. Je merkt dat mensen als ze zo tegen de 30 zijn, dat ze interesse beginnen te krijgen in dat wat er om hen heen is. Dat heeft alles te maken met het feit dat ze zich dan een beetje gaan settelen. Daarvoor is dat wel een stukje minder. Ondanks de bezuinigingen die er zijn geweest en misschien nog wel gaan komen, zien ze de toekomst wel goed in en verwachten altijd belangrijk te blijven. Nee, ik denk dat de regionale omroepen altijd een belangrijke rol blijven spelen. Wellicht wel in samenwerking met de landelijke omroepen, maar die samenwerking is er nu ook al. Maar die samenwerking zou nog kunnen uitbreiden, want het is belangrijk om een mooi netwerk over Nederland te hebben, een mooi journalistiek netwerk. Dankjewel in ieder geval, tot de volgende keer. Dit was alweer de allerlaatste aflevering van Gisteren Vandaag. Bedankt voor het kijken en een heel fijn weekend.